carousel thuiszorg. Ja. Hoe vond jij die? Ja, ik vond het heel leuk om te zien en hoe het gedaan werd met de mensen. En dat de mensen zo makkelijk worden geholpen. Dus ik zeg altijd bij mevrouw Janmaat, ik wil het één keer doen. Maar daarna niet weer, want dat is het risico te groot. Hier ben ik. Mevrouw Janmaat, de leerlingen vinden u het mooiste, hè? Dat die mevrouw, dat we zo de kous aan mochten trekken. Ja. En krullen in mochten draaien. Ja. Fantastisch. Hoe lang krijgt u al hulp van de thuiszorg? Ik krijg al 9 jaar hulp. En is twee keer in de week. Twee keer in de week. En het voornaamste is mijn bed opmaken. Waarom dan? Ja, omdat ik dat helemaal niet kan. En dat moet ik, in dat nest moet ik een hele week in. Voordat het weer schoongemaakt wordt. Moes luisteren. Jij bent als enige jongen in de groep. Hoe voelt dat? Ja, dit is nog mijn tweede jaar dat ik als enige jongen ben. Ja, maar het went wel. Je wilt later wel naar de zorg? Ja, helpen de zorg. Mijn einddoel is SHW. Man. Dat is heel mooi, want dan wil je of de zwakzinnige zorg of de psychiatrie in. Ja, zoiets. Die sociale contacten. Even dat praten, hoe is het met je als ze 's morgens komen? Fijn, hè? Dat vind ik zo van aan. Even komen van hoe is mevrouw Janmaat, lekker geslapen, ja. De eenvoudige dingen. Ja, dat is heel voornaam. En dat vind ik geweldig van thuiszorg.